Vandaag ontvangen wij aan boord van de HMS Pelikaan 10 Haïtiaanse mensen. Dit zijn gewonde mensen naar aanleiding van de aardbeving in Haiti vorig jaar. Wij hebben een speciale band met Haiti als Pelikaan en ook met de Haïtiaanse mensen uiteraard. Omdat wij er vorig jaar noodhulp hebben verleend gedurende 2 weken direct na de aardbeving. Ik vind het heel erg leuk om die mensen nu terug te zien. 2 jaar geleden zaten ze in de ellende en nu gaat het relatief goed met ze. Ze zijn geholpen en ze gaan weer snel terug naar hun thuisland. Wij zullen ze vandaag een rondleiding geven aan boord van het schip, zodat ze een kleine indruk hebben wat wij zo al gedaan hebben. Wat ook een leuke bijkomstigheid is, is dat er vandaag ook een check wordt uitgereikt aan deze 10 mensen. Het is een initiatief van de Haïtiaanse tuinman van marinekazerne Suffisant. Deze heeft een inzameling georganiseerd en de opbrengst hiervan zal vandaag worden uitgereikt aan de Haïtiaanse mensen. We managed to provide you with a leg and do all what we promised when we first met. They have been dancing, so it makes me very happy. It gives me a lot of joy to see that they can pick up their lives again. Ja, ik vind het leuk om ze hier te ontmoeten. Ik heb ze nooit ontmoet daar op Haiti en nu heb ik de kans om eigenlijk Haïtianen waar het beter mee gaat nu in een positieve setting tegen te komen en die een rondleiding kunnen te verzorgen aan boord van ons schip.